Het is 12 uur 's nachts, 1 november 2011 en ik ben onderweg naar Steenwijkerwold, waar vannacht geschiedenis wordt geschreven. Voor het eerst heeft de 17-jarige Rikst Bauma hier rijles. Maar waarom op dit tijdstip? Dit is de 17-jarige Rikst Bauma uit Steenwijkerwold en dit is haar instructeur Jan van Veen. In een paar minuten is Rikst de eerste 17-jarige legaal achter het stuur. Rikst gaat vandaag beginnen met haar eerste rijles. Rikst is 17 jaar en door de nieuwe regels mag zij nu al beginnen met haar rijlessen. Eindelijk mag het. Omdat Rikst 17 is, mag ze nog geen examen doen. Alleen wel op haar 18e verjaardag, dus dat gaan we proberen te bewerkstelligen. Familie en vrienden zijn massaal gekomen om Rikst aan te moedigen en na wat uitleg vertrekken we om precies 3 minuten over 12. Die kant op. Gewoon sturen, gewoon verder sturen. Ja. Als ze straks haar rijbewijs heeft, mag ze het eerste jaar alleen met begeleiding de weg op. Het voordeel daarvan is, die kunnen als coach dienen. En op die manier kunnen de jongeren dus ervaring opdoen. En dat is juist ontzettend belangrijk. Probeer te kijken waar je naartoe gaat. Gas los en sturen. Die kant op, hè. Rijschoolhouders zijn blij met de nieuwe regels. Voor de veiligheid, maar ook omdat het nu drukker voor hen wordt. Want veel jongeren willen zo spoedig mogelijk lessen. Maar Rikst, wil je iets gaan doen met je rijbewijs? Wil je je werk ervan maken of zo? Nee, dat niet. Ik weet het eigenlijk helemaal totaal niet wat ik wil. Dus... Doe maar rustig aan, Rikst, want we mogen maar 30. Okay. Ja, en dan kun je nu weer rustig opvangen met je gasten. Ik vraag het nog één keer. Het is midden in de nacht. Waarom wil jij in hemelsnaam nu autorijles? Heb je dat nou nog niet door? Ik wil als eerste 17-jarige legaal auto kunnen rijden. En wil jij ook snel je rijbewijs, dan moet je nog steeds wel eerst je theorie halen.